Als je een ander met computerproblemen wilt helpen, kun je daar natuurlijk langs gaan, maar meestal is het handiger om de betreffende computer op afstand over te nemen. Dat kan bijvoorbeeld met Anydesk. Ook kun je hiermee eenvoudig bestanden versturen. Hoe je met Anydesk kunt werken zie je in twee how-to's. Je surf naar Anydesk.com. Hier download je het programma. Tijdens het downloaden zie je instructies. Je klikt op de download en dan wordt Anydesk direct geopend. Met de knop aan de linkerkant kun je Anydesk op deze computer installeren. Vervolgens kun je een aantal opties selecteren. Het is bijvoorbeeld wel handig om Anydesk automatisch up-to-date te houden, of anders kies je voor de tweede optie. Als je de app installeert, accepteer je automatisch de voorwaarden. Mocht het venster Windows-beveiliging verschijnen, dan klik je op installeren. En daarna op en beginnen. In het venster zie je links de code waarmee een ander jouw PC kan overnemen. Eventueel kun je een wachtwoord instellen. Dan zet je eerst een vinkje voor Toegang zonder toezicht toestaan. Dat doe je bijvoorbeeld als je tot je eigen computer op afstand toegang wilt krijgen. Dan is het slim een wachtwoord in te stellen. In het volgende venster kun je het wachtwoord maken. Ik keer terug naar het venster van Anydesk. Hier voeg je de code in waarmee je een andere computer kunt overnemen. Je ziet overigens dat hier al een PC is toegevoegd. Dit komt doordat de externe computer contact heeft gemaakt met deze PC. Hoe dat is gebeurd, zien we op deze externe PC. Uiteraard moeten ook hier Anydesk zijn gedownload. Je ziet dat je hier kunt zoeken binnen je eigen netwerk. Dat is bijvoorbeeld heel handig voor het overnemen van pc's op het werk. Je klikt op nu activeren. Na korte tijd zie je de pc of de pc's die kunnen worden overgenomen in het netwerk. Via de puntjes kun je een verbinding tot stand brengen met de betreffende pc. Of bestandsoverdracht starten. Hoe dat werkt bekijken we in de tweede auto. Je kunt ook kiezen voor het nogal cryptische op bureaublad leggen. Dit houdt gewoon in dat je een snelkoppeling maakt op het bureaublad. Je ziet dat op de achtergrond. En je ziet dat Anydesk toch moet worden geïnstalleerd. Dat werkt natuurlijk op dezelfde manier als eerder in deze how-to is getoond. Terug naar de eerste pc. Je kunt nu op twee manieren contact maken. Door hier de code in te voeren, of in dit geval via deze link verbinding te maken. Als ik hier de code invoer... Zie je dat deze PC ook in het adresboek zit? Zo breng je de verbinding tot stand. De andere PC moet de verbinding accepteren. Dat ziet er op de PC die wordt overgenomen zo uit. Hier zie je dat de verbinding tot stand is gebracht. Tot zover deze eerste auto over Anydesk. Meer in de volgende.